Welkom bij deze gave training. Dat vind niet alleen ik, maar dat hoor ik terug van iedereen die hem gevolgd heeft. Ik geloof er echt in dat jullie door deze training gaan bijdragen aan een nog veiliger stationsomgeving en trein. Dat geloof ik omdat de training jullie gaat leren je bewust te bewegen over het station, je strategisch op te stellen en anders te kijken naar gedrag. Hierdoor zijn jullie zichtbaarder en zullen jullie eerder afwijkend gedrag van klanten zien. Een mooie bijvangst is ook dat omdat jullie de klant proactief zullen gaan benaderen, je ook meer service kan verlenen. De maatschappij verandert. Het vraagt steeds meer alertheid en scherpte van jullie. Daarom gaat deze training zo ongelooflijk jullie helpen. Ik wens je dan ook een leerzame dag en ik ben heel nieuwsgierig naar jullie ervaring. Hello, my name is Ron Cohen and I'm the president of SDR Academy. After 30 years of personal experience, I developed the Search, Detect and React method. SDR Academy is happily presenting the SDR for NS and we hope that you will enjoy the training and I wish you good luck. Hallo, ik ben Jon Warbedam, trainer van de SDR Academy. En in de komende training leren we de Search, Detect and React methode. Een training die je leert om vroegtijdig afwijkend gedrag te herkennen en daarop te reageren. We geven je veel tips en trucs tijdens deze training die jou kunt helpen als medewerker van NS in je dagelijkse werkzaamheden. We leren je tijdens de training actief kijken naar het publiek en daar afwijkend gedrag uit te detecteren. Vervolgens kijken we, is het gedrag verklaarbaar of is het gedrag waar we iets mee moeten. Op het moment dat we er iets mee moeten, gaan we reageren en in de meeste gevallen zal het proactief zijn. Proactief wil zeggen, we reageren voordat het incident eventueel heeft plaatsgevonden. We trainen op verschillende plaatsen, zowel in het lokaal, op het spoor als in de trein. De training zal vooral praktijkgericht zijn. Belangrijk voor de training is dat je in uniform komt en dat je een koppel bij je hebt. Neem een burgerjas mee, want ook die is van belang. Als SDR-team kijken we ernaar uit om jou de training te mogen geven.